Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is drukdoende noodmaatregelen te treffen om de boeren in Wageningen, Nikeri, te voorzien van irrigatiewater. Vorige week zei VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi in de Nationale Assemblée dat de boeren van dit gebied een tekort hebben aan irrigatiewater. Minister Prahlad Seudin heeft in het weekend een bezoek gebracht aan dit gebied en zegt dat het tekort niet dusdanig is dat de boeren niet aan irrigatiewater kunnen komen. Het probleem is dat zij niet op basis van zwaartekracht het water kunnen inladen. Maar ze kunnen wel water onttrekken aan de irrigatieleiding om hun aanplant te redden. Dat hier ook gebeurt momenteel. En zoals u weet, nu 2-3 maanden geleden is er een sabotage. Is de ene pomp welke opgeleverd was vorig jaar en door sabotage is die uitgevallen. We wachten nog op onderdelen uit India om dat te repareren. Maar ondertussen was de inzaai al begonnen en boeren die naderen nu hun oogst. Dus wij moeten nu alles op alles zetten om de boeren dan van voldoende water te voorzien. En op dit moment hebben ze voldoende water. Komende oogst is gegarandeerd. Dus wat dat betreft hoeven ze niet bang te zijn. En voor de rest, zoals je op de achtergrond ziet, zijn we bezig met een aantal maatregelen die we treffen. Noodmaatregelen waarmee we hun dat water garanderen. Seudin geeft verder aan dat op basis van het landschap bij het pompgemaal in Wageningen er een low-lift-pomp wordt geïnstalleerd. De bewindsman hoopt dat deze binnen enkele dagen al in werking kan treden. Naast de low-lift-pomp worden er ook andere maatregelen getroffen. Aan de andere kant is het zo dat we ook voorzieningen hebben getroffen dat bij hoogwater, door die hoge waterstand er automatisch water naar binnen stroomt. Dat ging ook de restarealen zullen bereiken. Dus dat deel loopt. De lijn 8, daar is er een pompgemal, een low-lift-pomp. Maar helaas is die motor heeft wat problemen tijdens de mankementen. Die zijn we nu bezig in een shop allemaal gerepareerd te krijgen. En dat die binnen 2-3 dagen ook in productie komt. Dus als die low-lift-pomp hier in werking treedt en de lijn 8 ook die andere pomp in werking treedt, ondertussen werken we zoals je op de achtergrond met een ander noodpomp en, om het water in te laten. Plus wat ik eerder zei, door een hoge waterstand in de rivier. Dan hebben wij die 4000 hectare areaal, dat areaal dat er nu ingezaaid is, wel gered voor dit seizoen. De bewindsman bracht samen met de burgermoeder Sinrita Gobardan en de landbouwdirecteur Jitendra Kalu een bezoek aan Wageningen.